Hier in Putten staat hij al, aan de rand van het centrum, de hygiënezuil. Ik vind het een prima initiatief. En ik hoop alleen dat hij ook bestendig is tegen vandalisme. Hartstikke goed. Het geeft een veilig gevoel en wat mij betreft is het perfect. Het is een uitvinding van Roland Aerts uit Ermelo. Eén, hij werkt simpel. Je trapt met je voet de zuil in en dan krijg je een dosis desinfectiemiddel. Op die manier hoef je niets aan te raken. De palen vliegen over de toonbank als warme broodjes en niet alleen in Nederland. Zelfs in Curaçao, Spanje, meerdere landen. Ik geloof 7, 8 nu. En ik kreeg gisteren een aanvraag van Marokko zelfs. Dus dat mooi. De verpakking van de zuil kan opnieuw worden gebruikt en dat is uniek. Maar het had niet veel gescheeld of de coronacrisis had het bedrijf van Roland de das omgedaan. Mijn business was 85% toch wel horeca, reinigingsmiddelen daarvoor. En dat stopte. Ik heb echt met mijn vertegenwoordigers aan tafel gezeten. En die hebben ook tegen mij gezegd van ja, ontsla mij maar. En vanuit daar gezegd van ja, wat moeten we nu? Nou, eigenlijk 1 april had ik de eerste zuil klaar. En vanuit daar ging het best wel in sneltrein, ja. Inmiddels is Roland er dus weer helemaal bovenop. En dat voelt als een overwinning. En niet alleen voor hemzelf. Nou, mensen die weten ongeveer hoe ik in elkaar zit. Die weten ook wel dat ik gewoon heel blij ben. Ook voor mijn personeel, maar ook voor de mensen die het in elkaar maken. Want het zijn gewoon 4 fabrieken die deze producten voor mij maken. En als ik dan zie waar de zuilen allemaal staan, ben ik daar heel trots op. Ja, zeker.